Hey, ik ben Mark van Motclean ZTV en in deze video vertel ik jullie meer over de Alpistar Gunner en Alpistar Bregenz, beschikbaar bij motorkledingcentrum.nl. Motorkledingcenter, de specialist in motorkleding. De Alpistar Gunner is een textiele jas met het uiterlijk van een lerenjas. Hij is speciaal ontworpen voor nakedbike-rijders, sportrijders, sporttoerrijders die ook wel eens door slecht weer rijden. Je kan deze jas bijvoorbeeld ook kopen naast je lerenjas. Dus als het regent of als je naar je werk moet bij wat slechter weer, trek je de Gunnerjas aan, zie je er nog steeds sportief uit. Maar heb je toch de functionaliteiten van een textiele jas. Smaakt van slijtvast polyester, voorzien van CE-gekeurde protectie op de schouders, op de ellebogen. En op de rug is die voorzien van een foam padding die we eventueel kunnen upgraden met een Alpistar Bionic Back Protector Insert. Vrij strakke, clean jas. Aan de achterkant zien we het logo heel groot in het wit. De jas is er natuurlijk ook in meer sportievere kleuren, maar in zwart is die gewoon heel strak. Aan de achterkant een grote ventilatie-uitlaat. Aan de voorzijde hebben we ook wat ventilatie-inlaten. En we kunnen eigenlijk heel veel stellen aan de jas. We hebben hem hier gecombineerd met de Alpistar Bregenz broek, daar zal ik straks ook iets over vertellen. Combineer je hem met een Kevlar jeans of een ander merkbroek, kunnen we hem hier aan de zijkant ook helemaal strak trekken, waardoor hij mooi aansluit aan de broek. Aan de achterkant wordt de jas wat langer, dus sta je in een sportieve houding, dan hou je ook aan de achterkant genoeg overlapping met de broek. Aan de zijkant hebben we een 3D panel, dat komt iets naar buiten, het associeert met de leren collectie van Alpistars. Het logootje erop laat zien dat dit een wat sportievere textiele jas is. Reflectie aan de zijkant. En hier ook weer het Alpistar logo mooi erop gelezen. Op de armen hebben we twee verstelbandjes. Er zit hier alleen een thermovoering in. Rij je echt het hele jaar door en wil je dan een textiele jas van Alpistar aan, zou je ook naar de Megaton kunnen kijken. Dat is een drielaags principe. Hier kunnen we alleen de thermovoering uithalen. Dus de jas blijft waterdicht. Maar bij de Megaton heb je ook de optie om eventueel de regenvoering eruit te halen. Waardoor die in de zomer ook wat beter te dragen is. En al met al is die ook een stukje warmer. Aan de voorzijde ook nog twee grote ventilatieopeningen. We hebben twee grote zakken waar we gemakkelijk spullen in mee kunnen nemen. En de onderkant van de mouw is heel makkelijk af te sluiten met een klittenbandje. De paal is 1,82 meter lang, weegt ongeveer 80 kilo en draagt hier een maat large. Je ziet dat hij op de borst vrij strak zit. Dat moet ook, want we gaan ervan uit dat je dit op een sportmotor draagt of op een naked bike en dat je dus vol in de wind zit. Dan willen we niet dat de jas gaat wapperen. Hou er rekening mee dat als de thermovoering eruit gaat, dat de jas ook iets meer ruimte krijgt. Dus hij mag met alles erin best wel lekker strak zitten. We zien hier ook nog wat reflectie voor de zichtbaarheid. De kraag kan, als het warm is, weg worden gestopt achter deze lus. Heb je, als je voorover op een motor zit, ook geen last van iets wat bij je nek zit. En aan de voorzijde zien we hier de watergoot. Al het water dat door de rits naar binnen komt, wordt hierdoor opgevangen en loopt zo naar beneden, waardoor je ook gewoon droog blijft. Aan de binnenzijde zien we de thermovoering, die kan eruit als het boven de 20, 15 graden wordt, afhankelijk van hoe snel je het koud hebt. En hou je eigenlijk een waterdichte buitenjas over met de protectie erin. Hij is voorzien van foam padding op de borst. Daar kunnen we eventueel ook nog een upgrade inzetten van een Alpistar Bionic Chest Protector. Dat zijn twee harde protectoren die we via de binnenkant van de jas erin kunnen steken. De Alpistar Bregenz broek, eigenlijk hetzelfde principe als de Gunnerjas. Twee laagjes, er zit een thermovoering in die eruit kan. Wordt geleverd met bretels en we kunnen hem rondom vastritsen aan de Gunnerjas. Hier zien we ook dezelfde rits. Wordt allebei geleverd met een opzetstukje. Dus wil je de jas of de broek combineren met een item van een ander merk, stik je deze erop en kan je alsnog de broek of de jas aan elkaar ritsen. We kunnen hem hier stellen. De broek is natuurlijk ook voorzien van CE-gekeurde protectie op de knieën. En voorzien van een stretchpaneel, dat als je op een sportmotor zit, dat je ook gemakkelijk je knieën ver kan buigen. Heup is voorzien van een foam padding, die eventueel ook te upgraden is met een CE-gekeurde heupprotector. Wil je meer informatie over de Alpistar Gunner of de Alpistar Bregenz, klik dan op de balk in beeld. Bedankt voor het kijken en tot de volgende review.